Hoe duur denk je dat hij was? 24,95. Hallo, goedemorgen. Het is weer maandag. Nieuwe kansen, nieuwe ronde. En wel echt letterlijk. Want ik ben iets aan het doen. Het is nog heel erg vroeg. Het is 7 uur. Maar dit is iets wat meteen in de ochtend moet gebeuren. Ik ben namelijk bezig met een ovulatietest. Daar ben ik al de hele week mee bezig. Maar ja, het wordt nu echt serieus. Want gisteren was hij aan het knipperen. En dat betekent dus dat hij er bijna aankomt. Dus nu zou dan het moment moeten zijn. Dus ik dacht, laat ik het gewoon even gaan vloggen. Oh. Hij knippert weer. En die andere ovulatietest van de Action, die geeft helemaal nada aan. Nou, nog maar weer een dagje wachten dan voor de volledige smiley. Nou, die test doe ik morgen nog wel een keertje. Want dan hoop ik echt het volle smileytje te krijgen. Anyway, jullie zullen misschien denken, waar is Yoltje? Die is helaas de tweede week van de vakantie bij de vader. En ik mis haar nu al enorm. Maar ik zal er even een kleine throwback naar gisteren ingooien. Want gisteren had ze een turnwedstrijd. En ze heeft echt super goed haar best gedaan. Maar het was zondag, dus dan vlog ik niet. Dus bij deze, Yola de turnwedstrijd. Nou, wat ga ik verder doen vandaag? Ik ga beginnen met 2 blogs schrijven. Dat is een recept en een blog voor een andere website. En dan ga ik sporten. En na het sporten even goed gezond boodschap doen. Ook heel belangrijk, vooral voor Bart. En dan zien we wel weer verder, want deze dag brengt deze wat ik trouwens heel graag wil. Mijn haar weer blonder. Want ik had dus dat beetje ombre dat hier donker afloopt en dan hier blonder wordt. Maar ik ben van mezelf best blond. Dus, wat krijg ik nu? Ik weet niet of je het kan zien, maar ik krijg nu gewoon uitgroei die blonder is dan mijn eigen haar. Het is zo lelijk. Dus ik wil zo graag weer dat het gewoon weer helemaal blond is. Maar hoe? Ik ga mijn kapster weer vragen of ze weer kan, denk ik. Oké, die staat er ook weer op. Oké, ik moest eventjes langs de Primark en toen ik in de Primark was, zag ik dit tasje. Hij is zo leuk en ik heb zo getwijfeld, maar ik heb hem toch niet gekocht. Goed hè, van mezelf. Maar ken je dit al? Even serieus, dit is dus gewoon een vulling voor je bil, een bilbroekje. Wauw. Dit doen we voor Bart hè, want... Ja, Bart wil dit altijd. Ik vind het echt super irritant. Hier ook gaat het er weer naast. Ah, Bart gaat blueberry pancakes maken. Oké, ik ga even laten zien wat ik heb gekocht bij de Primark. Want het was best wel rustig voor vakantie. En ik dacht dat het heel druk was. Dus ik dacht, ik ga daar zeker niet naar binnen. Maar het was rustig. En ik ben iets tegengekomen waar Yola super blij mee gaat zijn. Want we zijn al heel lang naar op zoek. En blijkbaar hadden ze gewoon dezelfde als die ze al heeft, schat. Alleen dan nu groter. Kijk. Oh, dit jasje. Vet. Dat is zijn favoriete jasje. Yola, haar favoriete jasje. Ja, dat is precies dezelfde. Ja, het is precies dezelfde. Had je die andere ook bij de Primark gehaald? Blijkbaar. Probably. Was het bleu? Maar ze had al een hele leuke gezien bij de HM. Maar die had geen ritjes. Dus ik ben heel blij dat ik toch nog niet heb gekocht. En dat ik toch deze ineens tegenkwam. Het is echt... daar gaat ze echt heel blij mee zijn. En ik heb deze gekocht. Voor leuke shakes in te doen. Leuke bekers hè. Glazen. €4. Schat, wat vind jij ervan? Ja, heel leuk. Dat is toch, zoiets heb je toch al? Ja, doorzichtige, maar deze hebben kleurtjes. Met die kleuren, die zijn wel heel leuk. En schriften kon ik ook weer niet laten liggen, want Yola en ik houden heel erg van schriften. En dus heb ik er eentje voor mij en eentje voor Jol. €3. Kleding koop ik eigenlijk bijna nooit bij de Primark. Maar ik zag een leuk truitje. En ik dacht, deze is wel leuk zo. Voor onder een spijkerjasje of zo. Hè? Wat is hier van mijn trui? Ik ben aan het... Maar je zag hem net al, dus je kan het gewoon zeggen. Het truitje? Ja. Oh ja, ja, die vond ik heel leuk. Hoe duur denk je dat die was? Ik dat tegen hè? Nee, nieuwe trui, schat. Superleuk. Hoe duur denk je dat die was? 24,95. €3. Serieus? Ja. Okay. En ik heb sokken voor Jol. En sokken voor mij, maar die heb ik alweer weggedaan. Die ben ik nu alweer kwijt. En een bikini voor Jol van €5. En ik kan niet wachten tot ze deze aan heeft in Spanje. Dit is zo schattig. Kijk, schat. Die is wel vet, ja. En clipjes voor Yola door Pony. Oké, dus nu ga ik alle dingen voor Yola uit hierin doen. En die bewaar ik dan voor als ze terug is. En dan is het een verrassing. En ze zal het wel super... die blueberry dingen te halen, of niet? Ja? Ze zal het wel super leuk vinden om deze aan te kunnen naar de Efteling vrijdag. En nu hopelijk snel eten, want... Jawel. Ik moet echt op tijd slapen. Mijn wekker gaat om 3:15. Wat? Dat is niet aan denken. Oh, dus je gaat gewoon het heel beslag maken in de... Ja. Misschien werkt dat wel. Als het goed is wel, toch? Waarom niet? En dan kan je ook mooi gelijk zo in de pan gieten. Heb je geen pollenapple nodig? Ik ben benieuwd of dat goed gaat zo. Ik dacht ineens toen ik in de supermarkt was, het is Meatless Monday, dus we eten geen vlees. Maar pannenkoeken is dan wel super lekker. Nou, mijn eerste pannenkoekje is klaar. Oh my god, deze is echt zo lekker. Tablet even updaten en mijn wekker zetten. Ja, maar echt. Dit is echt waar. Ik zet er nog één voor de zekerheid. En dan snappen jullie nu misschien waarom ik niet meer zo veel vlieg. Want ja, yoga kan dus al niet doorgaan. Je bent de avond ervoor dus eigenlijk al een beetje beperkt. En dit is killing me. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je morgen weer kijkt. En vergeet niet te abonneren, want dat is helemaal gratis. Doei!